Een delegatie van het ministerie van regionale ontwikkeling vertoeft momenteel in Cabalebo, West-Suriname. Het doel is de lokale gemeenschappen te informeren over de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen, ook wel de Sustainable Development Goals, SDGs genoemd. Dat meldt het Nationaal Informatieinstituut in een persbericht. De SDGs worden zowel technisch als financieel ondersteund door de UNDP. De informatiesessies worden tot en met 20 augustus in de verschillende dorpen gehouden. Voor het ministerie is het belangrijk dat de leefomstandigheden van de lokale bewoners verbeteren na deze bewustwordingsprogramma's. Ze zullen daarom ook toegang krijgen tot kleine fondsen om duurzame projecten uit te voeren, aldus het persbericht van NII.